Buen día, homini den nos que sama. Pisa con minuto, pisa buen día, pues no se repite el programa. Pero ya te envía con anda cana 30. A ver, nos va a tener una conversación bastante interesante con un experto que viene fuera de Holanda. No sé qué trata el tema aquí, arriba, pero es un tema que está pranic healing. Para nos comprender qué está con gente que está en otro, tanto con nos por canalizar energía para caer back en balanza. Então, fora de ser também pode ser criar a habilidade para nós por dominar a área mais melhor à medida que nós estamos compreendendo coisas que nós não estamos mirando, mas que estão influenciando nossa vida. E não é que se espantar, você corriente, você sabe que corriente, você não está mirando, mas em que dois coisas, tem que estar em contato com o primeiro que está dando dim. Também, água, não, vento, vento, você não está mirando, você sente isso, por isso. Significa que quando nos culpa, nos tem de detectar, que é de importância. Mas aí nós estamos em punta também. Então, nós estamos em punta, passou, tem dois barcos. A nossa paroqueta passou, agora tem dois barcos, nós tem uma quantidade de turistas. Então, espero que nós possamos um par de portretas para mostrar como punta está, que é de nasce bom negócio em punta. Que se agora nós tem quase 4 milhões de canadá no centro de cidade. Então, é importante para nós ter em conta que se nós se reparacionando, na nossa estátua, né? Então, no caso que me te referi, na estátua de Dr. Moisés Frumenso da Costa Gomes, que me ser informar em gente na ensino. Meti um par de portretos de estátua e agora a me chega, mas mira, é plástico que está descobri a estátua que está, então, cimento. E ainda está apontando, está quase erro o EI, que não senti nem valor de tener de una forma adornada. Ahora pasó, no tiene un manejo que está prescribir que como tenía así, ahora voy a reparar. Pasó, ahora tiene una bandera que está bula después de 6 horas, que está viendo la noche. No tiene belo en el BC, tiene que, ahora está haciendo luz, pero la bandera para de enje, ahora tiene baja la bandera. Que si no tiene prescripción de cómo está cantando el himno, cómo nos está diciendo con nuestra bandera, entonces, espero que nos pueda mostrar un par de portretas de estatua de Dr. Moisés Frumencio da Costa Gomes, de maneira que eu mirei ayer de punta, então eu vou buscando informação. Telecor só faz um reportagem, agora com a placa está quebrando. Grupo na Adrenta tem ação, tem um grupo com a API de secção de cultura para o Aconda Driche. A UEM está atendendo se não está logrando Driche, se ou não, que dia está Driche, que hora está Driche. Pero mientras tanto, me senti un borchi, ¿no? Normalmente lo que bota si está, bota tapa e área e nanan, sea ta cu un paña, un cortina, bota tapele, bota pone un borchi de reconstrucción. En teoría, están de punta también, sabe que el cosco que pasa que estatua ahí, está guardo derecha. Vamos a papi 16 de octubre con el ministro Citrey, Fanheidor, el bisabi, le hace un inventario de tu cosa. Agora eu faço um inventário de toda a estátua, estão com tem platina com informação incorreta, estão com a mármore está danhada, estão com a manda direita, mas com ele que não está profissional para direita, nenhuma estátua, tanto que botei riba mármore preto, botei um leme chinichi, um taco, está sumamente maoso, da maneira que o balsa peguei com ele. Então é hora e nada, não pode dizer ele, me está bem assim, de forma consistente para o povo saber como está respeitado. Pero me conozco una persona que dice, ¿quién está responsable para la estatua de punta? Bueno, fue ahora nuestra lista de UNESCO, automáticamente, pueblo de Corzón, su gobierno está para responsable para toda la estatua, no cuido. Si no está así, tiene vida así, pero no pasó de un ministro que dice que también trae un inventario, sino como tiene un manejo, entonces el manejo también sabe quién está controlando aquí, con qué hora, entonces una botín es peng para poder decir, e manter para dar uma honor na boa herói. Já vamos que nós vamos para o Aque Potreto, nós vamos reconhecer isso agora com nosso invitado de Aue, Vivek Kiyoshi, e também a senhora Bishop, Soraida Bishop. Welcome up, Curaçao. Thank you, well. Fijn om hier te mogen zijn. E cá, a você também, Soraida, para vir um dia cá, vamos vir. Thank you. Sim. Nós estamos, vamos probar, zoveel mogelijk informatie van jou weg te zuigen. Daar ben ik voor. Oké. Wat kom je precies doen deze keer? Ik kom
cursussen geven om mensen te leren pranic healing te beoefenen. En ik ben hier natuurlijk te gast bij Soraya en de organisatie hier. En ik doe mijn best om te ondersteunen en uit te dragen wat ik kan. Ja. Se nós tomamos, por exemplo, este conosco, cada tem tipo de emoção. Nos porta rabiar, nos porta contento, nos porta down, nos porta... tem a nossa vista, mas é quarto a cair, nos tem insight, nos tem perspicácia. Mas vamos poder escrever. Passou tudo um coisa que está passando. Temos que lembrar que está contente. Agora está contente. What makes uiteindelijk dat wij als mens uit balans raken? Oh, nou ja, er zijn natuurlijk fysieke oorzaken. Hè, dat kan bijvoorbeeld hygiëne zijn, voeding, al dat soort zaken. Maar er zijn ook niet fysieke zaken, zoals gedachten en emoties. Kijk, in ontwikkelde gebieden hebben we controle over ons klimaat. We hebben goede hygiëne, we hebben wat te eten. Toch zijn er klachten. En vaak zijn die psychosomatisch van aard. Dus onze gedachten en emoties beïnvloeden onze gezondheid. En dan vind ik dan, als ik eigenlijk pranic healing bestudeer, dan heb ik toch een kindsgevoel soms, net als toen je naar Superman keek met een X-ray. Jullie hebben toch de gave om dat energie te kunnen kanaliseren. Eigenlijk zonder de mensen aan te raken? Klopt, ja. Het is een non-touch system. Leg dat uit. Dus wat we doen is, wat je in de eerste twee dagen van de cursus al leert, is de energie op de tast te voelen. Oké. Okay. En later kun je het leren zien, maar dat vergt meer oefening. Maar vrijwel iedereen kan het in ieder geval op de tast leren voelen. En daardoor kun je al disbalansen voelen in iemands systeem. Zonder ze aan te raken, maar gewoon in de lucht om iemand heen, in de energieveld, in de aura, kun je disbalansen opsporen. Wij noemen dat scannen. En dan vorm je dus een beeld van de toestand van het energielichaam. Dus je kan ook zien dat bepaalde chakras geblokkeerd zijn. Klopt, ja. Dus iedere chakra heeft een fysieke en een psychologische functie. Ja. En op basis van disbalansen bijvoorbeeld, te veel energie, te weinig energie, te groot, te klein, dat soort verhoudingen, kunnen we zien dat er een verstoring is, een blokkade. Dus alvorens dat wij overgaan tot het nemen van medicijnen, zijn er heel veel zaken dat wij zelf onder controle kunnen krijgen als wij ons lichaam beter kennen en dat gedeelte dat we niet zien ook leren kennen. Hoe leren we dat kennen? Nou, de meeste klachten manifesteren zich eerst in het energetische voordat ze fysiek worden. Dus als je op dat moment al ingrijpt, kun je voorkomen dat er klachten ontstaan of ernstiger worden. Dus het kan ook preventief worden ingezet. Soraya. En dan hoop ik dat dingen een partij religieus hebben bij ting een probleem aan passen. En ook een aantal plegging, maar dan die meer toekomt, dat de diabel te dragen, die hun energie te binnen. Dat vraagt dan valido. Maar toch, de misa, ora nos mira, hoop ik de santo dan, nos mira dan turpint dat kon halo rondori dan. Juist. E halo e. Tá é fuente de energia. Sim, sí, então vou pensar. Passou tu uma pergunta que botar em roupa, digo. Tu uma pergunta que tu rende da pontra, pero não tem nada malo de coi, do coso oculto. Sim. Não. Fim de Bible, fim ora com Adam com Eva, com Deus traindo, tá com rende a vida.
door die donele energie te bieden. En dat de energie te bieden is de koos dat komt, dat de boek wordt gekomen, kom dat heen te bieden. En dat verdad. Wie werkt bij papje bon over die hallo kutin rondi de... Oké, dan gaan ons tackelen. Ik zei daarnet dat, ondanks het feit dat wij zijn heel religieus op Curaçao en de mensen altijd bang zijn, wordt er niet met de duivel gewerkt, van waar komt die kracht, enzovoorts, enzovoorts. Maar heel veel van de heiligen, die hebben een halo getekend, een gele halo. Is dat een speciale energie dat uit die personen radieert? Ja, eigenlijk de kunstenaar hè, die dat heeft vastgelegd, heeft de energie gezien. Die heeft de aura gezien. En heiligen, en, die hebben meestal meer energie, dus het is makkelijker te zien. We hebben allemaal energie, maar als je een heilige bent, heb je meer energie, want de goddelijke energie daalt neer en geeft een extra uitstraling. Ja. Heel interessant, hoop interessant. Als er een blokkade is, kan dat in de hand gezien worden? Waar wordt gevoeld. Wordt gevoeld. Gevoeld. Oké, okay, Sprika. Zie ik, men die de première partie die ik koers, moet dat zien, kompa boas, die boem man sensitief. Oké. Door die, te pone, maai kurato kina. Door die gis, kom is a primi, die boem man sien ik. En toen, moet dat kom is a, die boem man manier, hé, moet dat zien, die algo die boem man. En toen, moet kom is a pone, boem man leo, hala boem man seka, hala boem man, hala boem man, hala boem man. Toen roep is a, hé, moet dat zien, die manier een koos, pero mi jega na mi man ainda, pero jaka boem kom is a zien. Tiende te zien, die ele como caliente, tiende te zien, die como een sensation. Ami, ora ami te sien, mi te sinti kwa te pusha ami, ke men, mene, aki na mi te sinti mas duro, wata bira masa din. Tu rende, por sinti, ando ta hopi fasil, basta bo, bo treine. Si nyunga bo nonga siele, bo ta buskiele, bo ta sa, ah, te kie koki. Pero una vez bo siele, bo ta bisa, oh, te koita ting, ke men, e kosko bo ta sinti, no ta den bo manan so, e ta turka minda. Que me han dicho que no pia, pero que no hay entero universo, en el entero mundo, sin que no hay energía. Sí, heel belangrijk es: ik zat gisteren in een verkeerde houding te lang en mijn benen die werden direct doof. De energie die kon niet goed door het lichaam stromen. Dan moest ik opstaan om de stroming weer op gang te krijgen. We weten dat wij die energie hebben, maar we zijn bang om die energie te gebruiken. Hoe brengen we de mensen om over die drempel te gaan? Ik denk veel kennis is verloren gegaan. Daardoor is er onwetendheid en dat veroorzaakt angst. Ja. En als je uitlegt hoe het werkt, en de natuur is eigenlijk heel erg logisch. En als je die logica uitlegt en mensen kunnen het zelf ervaren, dan kan dat die angst wegnemen. En dan gaat er eigenlijk een wereld open voor mensen. Die wereld was er altijd al. Ja. Alleen je was er niet van bewust. Ja. En ineens kun je veel meer. Ja, en toch spreken de mensen van willpower. Soms toch spreken de mensen van pleasure. Van survival. Dat zijn allemaal emoties die iemand kennis met die emotie maakt. En dat ze dan ontdekken dat er iets speciaals gebeurt. Bijvoorbeeld die willpower. Sommige mensen hebben het niet of hebben het niet ontwikkeld. Maar als je het eenmaal kan kanaliseren, dan geeft het jou ook een techniek om tot die kracht te komen. Zeker. Naast dat we dus die energie kunnen waarnemen, kunnen we het ook in balans brengen en versterken. Dus als iemand moeite heeft, weinig willpower heeft en zegt ik heb meer willpower nodig. Ja. Natuurlijk moet je het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Je kunt ondersteund worden in het proces. En dat kunnen we ook met pranic healing. Zoraida, lo que me quiero avisa, adicional de lo que botaba tabisa, ahora, figuraba como que me hizo un Eskimo, que con un chimarruco. Sí. Eskimo mira chimarruco nunca. Bota bisa, no, tem fruta chiqui, corra, tem un tiki zure, tem un pipita grande. Mientras tanto, con enorme re, ou por B, eu não posso imaginar que com a fruta chimarruco. Tem mesmo um coisa que é parte de energia. Se um é de papo de energia, então você pensa, mas o que é coisa? Não é coisa que existe. Mientras tanto, não há é maneira para você saber como é que sentir com o humano. Você está aqui. Então, essa é parte de prana que você tem, para você fazer, então é o que você vê, o mundo está abrindo, papo.
Que si no está handoplegging. Het is geen handoplegging. No. Het is geen, sorry. Handoplegging. Handoplegging, nee, we raken niemand aan. Oké, okay, alright, ja. Fantastisch. Het programma, kom je programma in KD1? Somos tanto hopi contento. Nós estamos muito contentes. Nós estamos muito contentes. Mas o Vivek é um especialista em terreno. Sí. Ele é três coaches do estado para não pôr seguir passa o conhecimento. Sim, esse é seu especialismo. Sim. Sí. O especialismo também de management, energia, de parte de manejo. Não, nós estamos muito contentes com o Vivek aí, para se nós mais saber. É parte de curso, né? É primeiro dois dias, né? Bota assim, é parte básico. Caminho bota assim a fula, compa bocura, costan simple um dolor de cabeça, costan simple como para tratar, não, limpia boa energia, limpia boa aura, bom mesmo assim, põe energia novo e põe boa curva back de balança. Sete para mim, dois dias, não. E de três que de quatro dias, bota seguir o nível, mas bota começar a traco o color também. Kiko tem influência de color, ora que bota raça e healing, não. Para sombra, ora bota assim, lembra se color branco, tem tudo color ali. Mas tem caminho, ora bota põe color, e tá tramas ali. Caminho, bota assim, a compa, bota sinti a color, não. Anto compa, bota traco color. E se ele vira dois dias, também bota assim, a compa, traco color. Anto ele é de cinco dias, e tá vira compa, bota atender, caso não, não físico, só, pero psicológico. Sim. Assim não tem cada em outro. Não, interessante, não passou. Se botar interdia de um câmbio, será? Botar, queda somente contente com botar em abo com a luz está drenta, a luz está na abo e alegria. Alegria mesmo está um sentimento conosco, conosco tem, pero conosco está realizar, conosco pode trazer assim. Sim, ando para colmo, tem, botar visa, ora que botar contente, borrar e roupa, bo coração. O coração está contente, que a energia do coração, do chakra, está virando mais grande, agora está contente. Então, agora está assim, outro ente contente, está virando mais grande, agora está mandando energia positiva para outro ente, mais grande, agora está reza, agora está com Deus, a energia do coração, mas a mente, a parte de tranquilidade, está virando mais grande. We hebben dat gedeelte van, dat fysieke gedeelte en psychisch gedeelte hebben we even aangekaart, maar er is ook een spirituele gedeelte. Zeker. Wat kan je daarvan vertellen? Dat is de motor achter alles. Oké. Okay. Dus dat is de kern van wie je bent, ja. Wie je werkelijk bent. En als je beter jezelf kunt zijn, dan wordt alles beter in je leven. Je werk, je business, je manifestatie, je gezondheid, je relaties. Dus vanuit het lichaam, naar de geest, kunnen we ook naar het spirituele, waarin we kunnen leren meer onszelf te zijn. Kunnen we zeggen, of kunnen we stellen dat gedurende de tijd, en misschien met de dissolutie die niet alleen maar politici en regeringsleiders, maar ook religieuze leiders en de religie zelf heeft bewerkstelligd, dat wij uit balans zijn geraakt met onze spirituele kennis? Ja, ik denk wel dat er veel kennis verloren is gegaan, absoluut. En wij proberen dat weer terug te brengen. Pranic Healing is niet verbonden aan een specifieke cultuur of religie. Ja. Maar we erkennen wel het bestaan van meer. En we kijken naar de overeenkomsten in alle culturen en religies. Als je goed kijkt naar wat er wordt gezegd, zegt iedereen hetzelfde. Dus als je dat kunt overstijgen, als je kunt stoppen met de identificatie, dan kun je veel verder komen, kun je dieper komen. Normaal zien wij ook dat mensen zich indekken van ik heb gelijk, je hebt niet gelijk, mijn waarheid tegenover jouw waarheid. Maar door deze training kan je ook jezelf openstellen om andere ideeën te evalueren. Dat betekent niet dat je het gaat accepteren, maar dat je openstelt van hé, ik ben bereid naar jou te luisteren en datgene wat je me wilt vertellen tot mij toe te nemen. Zeker, dat is eigenlijk. Is dat heel belangrijk? Dat is heel belangrijk. Dat is de kern van hoe wij de informatie uitdragen. Je hoeft niks te geloven. Ja. We geven je de informatie en technieken en experimenten, zodat je zelf kunt ervaren en dan je eigen conclusie kunt trekken. Ja. Ja. Dus er is geen blind geloof. Op IBA is een factor die gasto. Die is een factor die gasto. Met als je op IBA is een andere
pensamento ko en ante sen nang kigana o den bida kigana misato ko sorbo habi crunchy awe nana e kwenta tabati pa a collecta to bisabo tempo tanto cubo to paga tanto sen de suje se vito kubrabo mas tanto corriente mes cos turcos ko nosa cita conta cosa ser ora nos ke bira bom profesional nan den deporte nos to busco un trainer un coach eta cosa ser ora nos ke sin un cos ko nos compre buki e la cosa nos ser tu cosa cosa ser passou a se organizar e costa para receber ainda, passou um tamanho palo para receber ainda. Sim, ando na Dublina, pia tampouco. Correto. Sim, está costa sem, verdade? Mas há uma noite que não está costa sem. Então, você também está louco para invitar a tua rede. Então, há uma noite, nós temos uma noite de introdução com o Vivek. Ok. Está recheada para 8 horas na Jeu Central, Curaçao. Que men turene ta bombi. Se na groot kwartier. Na groot kwartier, si. Turene ta bombi ni. Nanda bing anto nanda haya e introduction di prani killing. Ku ehempel nang. E na po asi pregunta. Explica bande misa di. Bande misa di groot kwartier. Groot kwartier. Si, ke men yoi centrale Curaçao ta pega ku misa. Eta un loga ku parso un school. Si. Pero eta di scouting. Di scouting eta. Di scouting eta. Anto nos lo ta pa fo boje overdekta. Si. Ke men bo bini ku bo stul. Anto non stai aqui na ore pa donabo tur informação. E curso ta partir de três parti, prome dois dias nanti un preis e di três che di quattro dias nanti un preis, anto e di cinco dias ti un preis. Però se botu mature dia na junto e ta salivo un tiki mas barata. Okay. Che me andita depende chi co abo scorre con e ta affecta bo patrimonio. Con i se con i uno di terra passo a mim é que eu um pensamento que eu tenho que pensar, calcular que índio não está mais interessado em um tipo de prani killing aqui na com a ajuda de terra. A ajuda de terra começou a mostrar interesse em medicina alternativa. Mas há de caso agora que a ajuda de terra não é chamada mais tanto. Imaginabo. Sim, ajuda de terra não é mesmo, puro sepa. Caso que a pessoa não vai nos esquecer. Não me aceita. Despede o programa e tico de verdade. Basta en el top y dice, interesante, sí. Contame más. Sí. Sí. No, no es que sabe más. Sí. Manera para programa de visa, sí. No es que sabe más. Sí. Entonces, siempre va kennis es kracht. En kennis breekt ons eigen barrière die we opzetten. En geeft ons een kans om te groeien. Want soms houden wij onszelf in een klein hokje. Maar het punt is om toch te groeien. En dit programma wordt speciaal gemaakt opdat de mensen weten, en vooral de groep in mijn leeftijd. We zitten boven de 60. Ik wil niet zeggen boven de 70, maar in ieder geval boven de 60. Dat ze niet denken dat wij wachten totdat we doodgaan. We wachten niet. Wanneer het komt, is het oké. Okay. Maar we hebben heel veel zaken nog te leren en te doen. En samen delen met andere mensen. En om goed samen te kunnen delen, moet jij wel in balans zijn. Anders geef je negatieve energie. Ja, en sowieso wil je graag natuurlijk ook een goede kwaliteit van leven hebben nog. Ja, ik bedoel, kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven is dat belangrijk. Heel, ja. En als je je eigen energie in balans kunt houden, wat je al in die eerste twee dagen begint te leren, ja. Dan kun je al veel voor jezelf doen. Heb je niemand nodig. Ja. Meditatie is ook belangrijk. Vertel me over dat gedeelte. Wat is meditatie en hoe belangrijk is meditatie? Meditatie is een heel ruim begrip. Iedereen heeft er misschien een ander beeld van. Dus, maar er zijn verschillende soorten meditatie. Ja. En wij werken met verschillende soorten meditatie. De fundamentele basismeditatie die voor iedereen geschikt is, is de Twin Hearts meditatie. En dat is gebaseerd op twee harten die we hebben. Het fysieke hart en het spirituele hart. En hoe je die in balans brengt en hoe je die energie gebruikt voor je eigen welzijn en dienstbaarheid naar de aarde. Dat is één meditatie. Maar er zijn er meer en gaandeweg leer je meerdere soorten meditaties. Sommige meditaties helpen je bijvoorbeeld om concentratie te trainen. Andere meditaties helpen je om gewaarzijn te trainen. Andere meditaties helpen je om meer te registreren van de niet-fysieke realiteit. Zo heb je verschillende meditaties. En alles bij elkaar, dat zorgt eigenlijk voor je ontwikkeling. Heel interessant, want in Noskesa hebben wij willen weten over vooral de hersenen, de linkerhelft en de rechterhelft. Want soms gebruiken wij niet de
artistieke gedeelte dat heel belangrijk is. Maar onze kanalen, we hebben ook een linker en een rechter kanaal. Hoe belangrijk zijn dat? Uiteindelijk zijn ze, ik zeg altijd, alles is even belangrijk, want okay. Het gaat om balans. Ja. Alles heeft een functie en als er een disbalans ontstaat, dus, ja. Kijk, we zijn gewend in de maatschappij om te concentreren op school, op werk. We zijn vergeten om te leren gewaar te zijn. En dat is een beetje waar je het over hebt als we het hebben over linker en rechter hersenhelft. Ook daar is balans een belangrijke factor. En we hebben ook een cursus, dat heet Superbrain Yoga en die is maar een avond. Het is een korte cursus, heel toegankelijk. Dat is volgende week, dat zal kan Soraya zo nog even vertellen. Waarbij we de hersenhelften balanceren en de energie versterken. Waardoor ook je intellectuele vermogens verbeteren. Kijk, en we zijn wel bereid om tijd en energie te steken in onze mobiele telefoon. En iedere maand betalen we abonnement, zodat we dat kunnen doen. En dat is misschien niet zo gezond voor onze hersens. Nee. Dus het is ook belangrijk om dingen te doen die helpen je hersens te balanceren, te ondersteunen en te versterken, zodat je nog lang gefocust kunt zijn. Sim, nós também há sim, o curso de Superbrain. Mas não há propaganda para ainda. Pero tu rende que te interessa para trás, e você, para somar bom noite, mas te era seguir o curso na básico que nós estamos começando com nepa, para há sim Superbrain. Que menta tem 2 horas para ter informação e exercício com para para balançar e 2 bandas na de bo cérebro. Sim. Com durante hora. Sim, não é mais uma boa pergunta, pessoal. Tecnicamente, o PIB rende saco na tua balança, sim. Sim, também tem um curso que rende na tua bela vista. Sim. Me que bem é curso, pessoal, me senti como me esteja, me foi balança. Correto. Sim, rende na tua vista curso. Sim, que sim, sim, acaba tá um ponto clave, como você sentiu, se você lanta, anto se é balança, me está trempando, ou mais lá, ou para dormir, então você sente que é dormir, me está nota do nabo, tu reforça a energia, então você vai fazer balança. Uhum. Anto, agora você fazer balança significa que você está malo, mas que você tem tap back de boa energia, que você perde, anto que energia tem bem para dentro. Sim, pero a energia é se você não traz, você vai virar malo, sim. Ok. Mas se você começa a sentir malo, anto é bom. Bo ora bo energia di pa fo ya ka bo komisa engelik bira malu anto si bo no tra riba je tiki tiki te bima cerca di bo te despe bo te sinti ku bo un parti di bo no ta bon oh te quando bo san den weekend e ma bai museo di cosa ora cumpli 75 anni pa bien 75 anni no ta wega anto ma passa differente di artista na anto a me gusta sa ka potrat filma. Dat is een van de dingen die je hebt. Je hebt een tanto negativisme voor, maar sinti e negativisme voor me. Je hebt een kast van energie, pas wat je hebt. Maar je hebt een sinti en je hebt een prejuicio. Nee, nee, nee. Je hebt een sinti. Het is ook goed. Je hebt een sinti. Je hebt een natuurlijke. Eigenlijk hebben we geen kosten van de natuurlijke, maar door we ons een hoop bezig met andere kosten van voor. Bota bezig com o telefone, com o computador, com o trabalho. Bo notas, para que tu na ecoção com o corpo te sinta normal. Ora, bota tranquilo, bota sinta com ele mais fácil. Que men, verdade, bota sinta, timbia, bota sinta. Malaino! Eu, então, tu timbia, bota sinta, e eu disse, ei, não, duxa, me engano, que é mais largo, você é catico. Você está duxa aqui, não. Timbia, bota bem, não, 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 aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, está cansado. Está energia, não? Sim. Oprah disse em seu programa, um quer, até laat in de avond, je ziet een dier die waggelt. Je kan niet precies zeggen wat het is, maar het zegt kwak kwak, maar je weet nog niet wat het is. Hij zei, het is een eend. Je hoeft niet te preciseren. Soms weten wij vanuit dat energie waar wij zelf zitten of anderen zitten. En wat gaan wij eraan doen? Inderdaad. Zou dit wereld niet beter zijn als iedereen, zoals Jezus ook zei, aan zichzelf werkte. Absoluut. Ja, het is heel belangrijk. Het is, we noemen dat karakterontwikkeling. Ja. Dus we stimuleren dat. Zelfs in de eerste cursus leer je dat al. En het is eigenlijk de bron van alles. Ja. Dus als je zelf goed in elkaar steekt en je werkt aan jezelf, dan zul je dat ook dat positief effect hebben op je gezondheid, maar ook op je omgeving, op de maatschappij. Ja. En het leven wordt gezelliger.
en interessanter, of niet? Sí, mi taba ta pensa ta mi dem Bible na ta papie di e diez mandamento na. Sí. Ding prane killing ta mi ting e virtues na. Que me ani ting manera bot bisa no mata, no horta. Kom bot ta para ki tu ne parte ne ta mi que me ani prane killing mi un cos ku ting e diez mandamento de ting gebode. Me un cos no sta mi ta para ki tu dem prane killing ne mi un sorte cos ti paso. Ora ku bo ha si cos nan ku ta trese energia malu. Energia malu bota yama pabo. Sí. Bobai mata outro ende, tun energia no duxi bota traku ni. Sí. E ta queda demo. E ta queda. La gama si un pregunta ku obbia non sta realizar, però non so compra cos. Por exemplo, coi computer, non te vendevo sempre bai 79,99, 80,99, 3,999. Ta un forma pa condicionar a mente pa uno e sunco ta bende, haia lo que passou em o que 79 e que 80 pelo menos 80 79,99 tá 80 anto anto pisa botin de wak que como que bom passou é o que bo hinca de momento e pedi tá esse aí tá bem pabo e se bo pedi tiki tá tiki botanha e se bo piki é máximo cubo poranha é máximo lugoia sim sí, botin bota pedi anto querer den logo bota pedi ora bo pedi Bosaco bo pedi se anto la galos. Sì. E ta bim pavo. Però ora bo vai chi ta passa. Ora bo vai pedi anto bo comincia a bira nervioso. Ai no, chico, io sa come ta nie. Che me ia cavo bo mesa comincia a quibra bo mesa. Sì. E energia cu bo ba duna cu ta positivo, bo mesa comincia a haia nervio, papia 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 cu bo ta quibra bo energia. Anto eri ta bo mesa si io no asi le pavo. E derde oog, no? E se tu wanneer wij eigenlijk ons openstellen voor nieuwe ideeën en andere ideeën, onder andere? Ja, er zijn, we hebben eigenlijk het derde en het vierde oog, dat zijn eigenlijk ook gewoon chakras. Okay. Dus je kunt leren die te gebruiken. Je hebt ze altijd al, ja? Alleen als je niet weet hoe je ze moet gebruiken, dan heb je geen toegang tot die niet-fysieke wereld. Zoals ik hier nu zit, met jouw toestemming, kan ik kijken hoe je aura en je chakras eruit zien en dan kan ik een beeld vormen. Okay. Van bepaalde... Net als Superman. Nou, Superman voert met zijn X-ray. Maar ik heb dat moeten trainen. Ik ben niet geboren met die gaven. Ja. Dus ik zeg altijd, als ik het kan leren, kan iedereen het leren. Ja. Alleen je moet daar wel... je moet daar inderdaad de meditaties voor doen. Je moet aan jezelf werken. Al dat soort dingen. Oké, hartstikke interessant. Shannon, we hebben een break commercial. We zijn back. We hebben een paar die graphics con nosotros, un portrait con nosotros saca, con según con nosotros conversa, nosotros por conversa con conectar. A mí pone así que na hora botín agua tamua no que san troce no. É algo un tacore to. Well, é energia e dembo no sin disor pa slang nan e tacore de un forma completo pa botín satisfação de bebida. Anteori un te importa se bota homen of grandi of gente de edad. Lopo ti inturdi e satisfaccio di mobilità. Io sono Stebecca, chi non lo scherza. Compa Leon Fun Miles de MCB, vou te receber a umas Fun Miles. Turcos de Moplante Man, da Enya Digital, que da informa na onda cubota. Pregunta e petition nan, pa bo nos aclapara. Via de nos website, chat cu empleadona. Name of Transita, online. Facebook of Instagram. Online. Via mail of WhatsApp, dat er pregunta sea urgente of general. Sirvinos clienten nan local e internacional. Online, Enya, online, cerca e bonos que tal. Enya, sintibus sigur.
Kumi sabudia com opção de dois breakfast combo de Subway. Si awe botingana di kumi sabudia com 6 inch com webo com queixe e bo coffee of tea de barista. Of um 6 inch com queixe webo of ham. Também com sute of coffee de barista. Esse aí tá querendo nabo? Passa no Subway e compra de nos breakfast combo. Check nos Facebook page of website subway.cv. Empresario, bota clapa disfrutar de hopi mais data de um celular Samsung S20 FE novo? Well, Flow Business te oferece paquete na mobil com hopi data especial para abo. E empresario com sempre to on the go. Que paquete mobil de Flow Business bota em 20 GB de data, junto com chamada ilimitada e celular Samsung S20 FE. Tu resaque para solamente 139 florin para luna. Clapa Flow Business? Para mais informação, chama 9332 ou visita flowbusiness.cw. Términos e condições estão aplicáveis. Hora de viaje final está bom para nós mesmos decidir com a coisa que temos que regla o assunto na tempo e comodamente financiável para você tranquilo. Agência Funerária El Señorial está oferecendo a família classe, conforto e confiabilidade na mesmo preço riba mercado para você despedir com dignidade. Agência Funerária El Señorial. Profissionalismo e respeito. Back de nós que está aqui na telecursão, vamos fazer uma chamada de oração de Jesus no Orpa de Jesusor. Vou ter uma cita conosco aqui na telecursão, então, riba de sabra de Jesus no Orpa de Jesusor. Nós vamos repetir algum de programa não que vou por a perda, mas que vou por WAC, e se não, vou buscar riba YouTube, a Rumble, então vou ter a informação para vou compartir com outro para vir back telecursão. Para você saber que está aqui no programa, está certo, e está aqui na bomba, está para o tipo de informação que está permitindo a você, não somente essa coisa, mas também compreender que posição você toma arriba a certa coisa. Porque a nossa espanta, nós está tendo healing, nós está tendo panic, Jesus, nós está vira panicala. Quer dizer, se não diventa panic, nós temos dois invitados, nós temos um maestro, que está treinando, esnan que está especializado acaba de panic healing, está treinando, tem uma fundação, a fundação que não está por uma moda de ajuda. Abo, para mira, como está queda de balança? A balança é nana, se você come bom, não tem nenhum tipo de dolor, mas você está sem energia, ou sem força, ou deprimir. Então, tem um coisa que está acaba de balança, então está bom ou pibia, para você chegar. Na conhecimento de essa que tem minha bom psicólogo, tem minha bom psiquiatra, pero tem minha bom mês por ajuda, por culpa de renta de balança. De ser nossa papia, de mens heeft de kracht om heel veel zaken zelf te doen, want zelfs als we niet naar de dokter gaan en we krijgen een snijwond, dat geneest van zichzelf. Correct. Oké? Okay? We zijn wonderbaarlijk gemaakt, laten we daar even pauzeren. Ja. Zijn we wonderbaarlijk gemaakt? Absoluut. Het is, het is toch heel moeilijk om voor te stellen dat ons lichaam bestaat uit allemaal kleine cellen die ook nog een eigen leven leiden. En toch als één groot geheel samenwerken. Ja. Met als er een snijwondje is, dat het zelf dichtgroeit, zichzelf geneest. In pranic healing is dat een van de basisprincipes. Dat het lichaam zichzelf geneest. Okay. En wat wij doen is we ondersteunen en versnellen dat proces middels levensenergie, middels prana. Zoraida, ik ben content. Quanto tempo passa abo a bisera quando si com pranic healing? A hora que Jesus vai passar. Jesus vai passar. Contando da Vivek mesmo, com Vivek bem corso o tempo aí. Anto me tá curioso, mas vai para o primeiro curso, me dimita esse curso básico só. Pero mas vai para curso básico, me diz não. Vivek tem a hora que me quer hora de mais cabelo, me diz não, me tá bem o seguinte, então me tá bem o seguinte também. Ando sim, mas sim, mas se é tempo aí,
En dus we hebben bij, we hebben dan een Suriname, maar bij Suriname, maar als crystal healing. Ultimo aquí nos bobe bij Suriname, nos a si crystal, nos a rehase repetition di crystal healing, en to nos a rehase body sculpting, tambe. En to, a parte di eso, nan di... Body sculpting, dan di fica ku arriba cierto momento, bo po usa bo energia nam, pa bo bat, entre otro, y pa bo sculpt e body. Si, 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 si. De mente ku e culpa. Si, 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 que man bo te ayuda ku energia. Te corre, dinge le hace, vive a cabeza, tu rende, tas koi ki konan ki hasi. A mi, mi ting brasa di ki kinana, malaga na sculpt aki banana. Anto rende ku no tamba ta sa, ku te sei na atra arriba di abisa, e bo brasa ta manera mas mal, bo brasa ta manera un tiki mas wanta junto. Anto ta ting un voorbeeld ku ta ting dinge les mes, di umu cha ombro ka bindi lanti, pa vive a duna kom, para hacerle, antes es mucho hombre que quiere traer arriba su barrica. Porque man, su barrica no está, es grande, pero está aquí de todas maneras, muestra sus piernas sale un tiki. Su six pack. Su six pack, yes. Entonces, así, vive acá, así es limpieza, así es costa, midi, de un rato de midi, después un rato, sin sigue, es costa, mesa sigue, que man, ella repartía costa con verdad, ela vira menos. Então, mesmo coisa tem, é mesmo curso aí. Pecho, ele que tem pecho, que tem pecho mais... Mais chiquito. Mais chiquito, que vira mais chiquito. Então, tem um que tem pecho tique mais grande, que faz medir, taba tá mais grande. Sculpting. Hope interessante. Body sculpting. Lá me escuto mesmo para a marca fantasia de idade. Hoe werkt zoiets? Doe het met mij. Daar heb ik iets meer tijd voor nodig, okay. Maar ik kan er je wel iets over vertellen. Okay, en ik kan wel iets anders demonstreren. Oké, okay. Doe dat. Dat doen we sowieso. Ja. Okay. Dus wat je kunt doen is op basis van de chakras en de psychologische functies van de chakras, kun je een klein beetje een beeld geven van hoe iemand in elkaar steekt. Globaal. Wees gerust. Of je maskers of geen maskers draagt. Ja, maakt niet uit. Dus... met jouw toestemming kan ik kijken, want dat heb je me net gevraagd, ja. Naar hoe zien jouw chakras eruit en wat betekent dat. Okay. En ik kan een paar kleine dingetjes vertellen en het zal niks, voor jou niks nieuws zijn, maar wij kennen elkaar niet. Ja. Dus ik kan het niet van tevoren weten. Een van de dingen die me opvalt is dat je een grote kruinchakra hebt. Dat betekent dat je spirituele inclinaties, religieuze inclinaties hebt en dat je het grotere goed belangrijk vindt. Mensen die dat niet hebben, hebben geen grote kruinchakra. Okay. Je hebt een sterke intellectuele analytische vermogen. Dat betekent dat je veel kennis vergaart, diverse interesses hebt, creatieve vermogens. En het hoeft niet per se kunstzinnig te zijn, nee. Maar wel creatief. Soms zeg ik tegen mensen, ja, creativiteit is sterk. Dan zeg je, ja, maar ik hou me helemaal niet bezig met schilderen of dat. Nee. Creativiteit in de ruimste zin van het woord. Dat is een heel sterk aspect van jouw leven. Dat geeft je oog voor detail. Maar die oog voor detail kan ook leiden tot perfectionisme. Dat is dan de tegenhanger daarvan. Ja. Ieder voordeel heeft zijn nadeel. Dus nou ja, zo werkt het nou eenmaal. Maar dat maakt me alleen blij. Want ik ben geen perfectionist. Maar ik kan nog niet tekenen. Dus Ik ga dat zeker bewandelen, want dat is een van mijn doelstellingen. En Tico, ik hoop een keer te gaan zingen. Nou ja, Tico, je bent heel creatief. Je bent creatief. Thuis heb je een studio en je doet creatieve dingen in jouw studio met mensen. Je geeft mensen ideeën. Ja. Dus dat is ook creatief. Je hoeft niet te gaan tekenen of te gaan maar zingen om creatief te zijn. Ja, en als ik begin te tekenen... zal ik ervoor zorgen dat ze een stuk van mijn oor ook wegknippen. dan kunnen de tekeningen waarde krijgen. Oké, ¿qué más porque ser en el ámbito wagnos? Ahora, de grupo que está wagnos, ahora que la mayoría de en el ámbito trae, acaba de andar trabajo, a no ser que andan trabajo, andan trabajo, televisión pasó, va, tenga diferente consulta de doctor, me mes como mi amigo, no, de dokter, maar pide na antenne, dat hoor op elkaar met die kanaal, bij een of zo, mijn entertainment, zo'n ons in maatje op een bon programma, en zeker op wat in ons gezegd, die mensen wat in pavoral is, dan kunnen naar kaas in aan. Kusegunen, dan die commissar die acaba, mij als in nada. Commissar?
Comienza a ver, no lo haga un día, ni un día no, no lo haga un segundo más pasa. Lanta, trae bobo mies, pues sombra tabo, sopo trae bobo mies. Y uno no puede trae bobo mies, pabo. Lanta, siente buena energía, si vos te sientes buena energía, don, ¿qué me puede hacer para hacer mi energía más contento? Paso por, te envía, vos te sientes buena, vos te dices, ay, la me baila man, va a bailar man, de repente vos te contento, vos te sientes buena duchi. Que me han por cambio de energía haciendo cosas en duchi. La man está unge cosas que vos puedes hacer, que te cambia de energía. Mesora y la man, me es un cosa que vos de airu, cosas, la man también está tiene cosas y también está, es parte de naturaleza, de zee, hier, dat, que también está donando. Claro, als je gaat drijven, speciale training. Sí, entonces vos te sentí de duchi, que me han turgende por lanta riba, no queda drumi, no queda así coi flow, trae bobo mes, así que ahora que bota na final de bobida, bobisa, ey, el lifetime aquí tabata, es un di más mío. Pues a mí puedo hacer pavo, a botín puedo hacer pavo mes. A ver noche, no está dando información. Que me si boque, pavo hay un tiki más información over di prani killing, entonces, ¿cómo mes puedo ayudar bobo mes? A ver, noche, mitad y siete, no tiene información, entonces no estoy pavo, pavo por ha, si tú le preguntas, ¿no? Y yo debo tener, bo man, pavo, po, basta boqui. Vivek, ik heb een andere vraag. We hebben nu geen tape recorders meer, maar iedereen heeft ook zijn eigen video's die opeens beginnen te draaien en ons misschien in een negatieve of deprimerende richting geeft. Planet Healing helpt ons die switch te maken dat we zeker het niet blijven laten, door blijven laten spelen. Absoluut, ja. Want in onze wereld is dat gewoon energie. Energie. Dus, en dat is op te ruimen. Ja, oké. Okay. Dus op te ruimen. Fobieën, trauma's, obsessies, compulsies, daar kunnen we energetisch op werken. Ja. Ja. Natuurlijk, het is geen vervanging voor psychotherapie of de andere wegen leiden kunnen ook helpen. Maar dit is een extra invalshoek die je net dat duwtje kan geven die je anders misschien niet hebt. Ja, en heel vaak kennen we niet hoe onze hersenen eruit ziet. Maar al die tentakels die gaan, die zwemmen in vloeistof. We zijn meer dan 75% vloeistof. Daar gebeurt het wonder. Ja. En wij hebben, en wij kunnen dat in een richting duwen dat wij geluk uittappen. Zeker, ja. Het is belangrijk om... En delen. Delen, ja, absoluut. Het is iets wat je voor jezelf hebt, maar je hebt het ook voor je directe omgeving. Dus onze doelstelling is ook om in iedere familie een pranic healer te hebben. Okay. Zodat mensen toegang hebben tot deze mogelijkheden. Ik heb een beetje gezegd dat Vivek die aan mij mensen zegt een cursus, dat hij een schoon dat hij een gang is op huma. Oké. Een schoon dat hij huma, maar zo op hem is. Dan een voorbeeld dat Vivek had, die land die klas in Nana, hij ruim op energie robese. Toevallig Maria atopa hende esi mampasa. Ando hende bise bosa fi de tempo ya. Jesus ain pasa nunca mas mi ahuma. Wel interessant. Laten we niet te snel, want voor jou is het heel belangrijk of heel gemakkelijk om te zeggen we ruimen dat op. Maar dat is een heel belangrijk punt dat jullie hebben aangehaald. Het opruimen van zaken die, want in ons computer als we al dat dubbel en niet correct en we moeten dat opruimen en dan krijgen we genoeg ruimte om te genieten van het leven. Leg dat ietsjes uit. We hebben natuurlijk wat je net zei allemaal onze bagage, we hebben dingen meegemaakt, het heeft invloed op ons uitgeoefend en ook al zijn die factoren niet meer in ons leven, toch zitten we nog met dat niet opgeruimde deel. En dat is eigenlijk allemaal oude, verbruikte energie. Ja. En als je dat uit je systeem haalt, dan lucht dat op. Het geeft je ruimte, je kunt weer ademen. Je kunt weer vrolijk zijn. Dus dat is waar we mee werken, natuurlijk. Ik zeg altijd, ik kan de productie weghalen, maar de fabriek moet ook stoppen. Ja. Dus een deel van wat we doen is mensen daar bewust van maken. En zodat ze andere keuzes kunnen maken. Oké, we zijn bijna aan het einde van het programma. Vivek, nodig jij de mensen uit? Ik zou zeggen, probeer het zelf. Je hoeft mij niet te geloven, je hoeft Soraya niet te geloven.
Ik kon niet te geloven. Maar kom langs, ervaar, stel je vragen, probeer het uit en maak dan je eigen conclusie. Zoraida, we gaan met 30 seconden. Sí, Bozanturta bombi ni awe noche, mi tari siete ta na jeugd centrale Curaçao, banda di misa di groot kwartier, mi tari siete, no sta wara bostan. Sí, y no está contento con botar de nos que sabe, ya luna otra semana nos está back con bostan, pero nos espera que bostan está si bon uso de oportunidad y nada para ganar más conocimiento, entonces share ese y con mi también. Começar, meu telefone está 6651402. 6651402. É tá abrir para o Turende, porque o Turende quer saber que está me virar. Book de telefone moderno. Se você sabe uma coisa, chamame, me está do nave, pero se me também quer saber que experiência abutim, não somente que programa, sino que conhecimento abo está vai ganhando, of que conte conhecimento que abo está querendo, nós lo por trata de programa que dá. Dá que na boa sintonia, acorda, já sabe, tem repetição. A tua queda em sintonia com o Telecursor.